Het leuke was, gisteren vroeg het heel hard. En ik denk van ja, ik ging kijken en daar lag gewoon. Het lag al dicht. Ik dacht van ja, nu moet ik actie ondernemen. De scholen gelijk geappt. André Lomans, de voorzitter van de ijsclub. Gelijk actie. Dus vandaag alles neergezet en helemaal top. We willen gewoon een lekkere lage ijs. Dus één ene plaat. Geen ene scheur erin. Perfect. Nou is het zo dat de Vogeltjesplas en bij de molen mogen ze nog niet schaatsen, want het is te gevaarlijk. En waarom hier dan wel? Lig je 2 meter bagger. En er ligt echt maar zo'n laagje water. Dus het heeft niet zoveel nodig. Het is eigenlijk perfect. Wat zijn jullie snel, André? Ja, ik werd gisteravond gebeld door Joost. De landeigenaar, zal ik wel zeggen, van dit prachtig mooie perceel. De ijsmeester. Ja. En Joost die zei van André, volgens mij kan er morgenochtend hier geschaatst worden. Dus ik zei tegen Joost van nou, dat klinkt hoopvol. Daar gaan we werk van maken. Dus gisteren meteen naar de basisschool gegaan als voorzitter. En naar meester Richard gecommuniceerd. Richard, wil je tegen alle kinderen van de basisschool zeggen dat ze morgen hier kunnen schaatsen? En zie daar. En dat is zo te zien aardig gelukt. En hoe vind je dat er nu gewoon hier zo geschaatst wordt? Nou, dat was bijna ieder jaar zo. Wij hebben een heel mooi diep slootje. Kan je heel gauw op. Onze kinderen hebben hier ook altijd geschaatst. Ja, maar nu is het wel heel groots opgezet, joh. Hij is veel breder volgens mij. Vroeger moest ik alleen voor koffie en chocomel zorgen. En nu doet de catering het hier. De catering van de ijsclub nut even maken. Even een oproepje. Jongens, kom even helpen. Want ik ben maar alleen. Nou, hup. Kwamen een heel stel mensen. Wat leuk, hè, joh. Ja, dat gewoon in Stompwijk kan. Ja, dat is echt Stompwijk. Dat is leuk.